Tenzij je heel graag halfnaakte mannen over een podium wil zien, dan misschien. Een hele goede morgen. Ik heb in tijden niet meer het zo moeilijk gevonden om mijn bed uit te komen. Ik had echt zelfs iets van, misschien ga ik gewoon niet. En toen dacht ik, ja, maar ik ben ook niet ziek, dus ik moet gewoon gaan. Maar ik voel me zo moe. Dus ik hoop dat als ik straks ontbijt en dat ik dan gewoon een wekkertje zet in de bus. En dan ga ik gewoon in de bus slapen of zo. Maar ik ben echt kapot. Ik moet echt vandaag eerder slapen. Maar ja, dat zei ik gisteren ook. Dus ik hoop wel dat het vandaag lukt. Dus ja, we gaan even eten en dan spreek ik jullie zo. Le breakfast. Okay, volgens mij gaat dit een van de eerste dagen zijn dat de bus niet meer is hier. Want ik ben nu 9 minuten te vroeg. Dus dit keer haal ik hem wel. Nou, ik ben op mijn werk, maar ik ben nog nooit zo slecht wakker geworden. Ik heb het idee dat ik nog steeds half slaap. Ik heb ook in de bus geslapen een half uur. Dus nu maar aan de thee en water. En ik hoop dat ik vandaag weer een beetje normaal kan functioneren. Laten we het hopen. Hoi, ik heb weer een hele lange werkdag erop zitten en ik ga nu allemaal restjes eten. En dat klinkt nooit zo leuk of zo, restjes eten. Maar ik heb vandaag echt super lekkere restjes. Dus ik ben best wel blij eigenlijk. Ik ga eerst even kijken of deze smoothie nog goed is. Dan ga ik deze erbij drinken met onder andere passievrucht. Ik heb hier een restje tomatensoep. Alles vegan, of course. Ik denk dat ik er niet eens meer bij hoef te zeggen. Ik heb nog olijventapenade. Dat kan ik eten op een cracker bij de soep. Ook heb ik nog een restje van wat ik gisteren met Emilia heb gemaakt. Chili. En ik heb nog een heel klein restje couscous salade. Dus ja, dat zijn eigenlijk heel veel lekkere restjes. Dus ik heb heel veel zin om te eten. En even alles opwarmen. Even checken of alles lekker is nog. En dan lekker eten. Zal ik straks het eindresultaat laten zien. En tot zo. Ik ben zo blij. Ik heb echt alleen maar lekkere restjes. De tomatensoep. Een cracker met hoe heet het? Olijvenspread met knoflook. Chili. En couscous salade. Echt. Ik hou ervan. Oh ja, en nog een smoothie. Die had ik ook nog over. Echt super lekkere restjes van de week. En ja. Ik denk dat hiermee wel uit de wereld geholpen is dat vegan eten saai is. Want ik heb echt mega veel variatie en ik ben echt super blij. Ik ga vaker restjes eten. Ik vind het zo leuk om restjes bij elkaar te eten. Want dan heb je ook best wel veel keuze qua smaak ook en zo. Dan eet je niet maar één gerecht. Want dat vind ik eigenlijk juist heel erg leuk. Dus eten maken lekker, want ik heb echt super honger. Super erg honger. Praten gaat een beetje moeilijk, maar ik ga nu eten. Ik heb echt heerlijk gegeten, maar ik zit wel echt stampvol. Het is nu gewoon 2 uur later. Ik heb in de tussentijd de film Magic Mike XXXL gezien. Ik vond hem eigenlijk echt helemaal niet geweldig. Dat ik zoiets van, waarom heb ik deze film eigenlijk gekeken? Dus niet echt een aanrader. Maar tenzij je heel graag halfnaakte mannen over een podium wil zien, dan misschien. Maar ik weet niet, ik vond dat er geen verhaal in zat. Maar dat, en het is nu iets van 2 uur later dan, of nee, zelfs 4 uur later dan dat ik gegeten heb. En ik zit nog vol. Ik heb alsnog zeg maar het gevoel dat ik wel een beetje te veel gegeten heb. En ik heb ook nog wat van de witte chocolade gegeten. Of nou ja, het is, ja, white chocolate bar, rice milk. Ja, ik moest hier best wel aan wennen. Want het is toch natuurlijk, het smaakt altijd anders dan echte witte chocolade. Maar ik kon hem wel steeds meer waarderen. Dus, en ik ga nu denk ik een video editen en dan ga ik daarna slapen. Want ik ben echt kapot. Ik heb de hele dag al dat ik echt zoiets heb van, ik moet meer slapen. Dus morgen wordt sowieso echt een super leuke dag, denk ik. Jeffrey die wil me verrassen met een aantal dingen. En we gaan dus naar Utrecht en we gaan een soort date dagje doen. Dus dat, ja, ik ben wel heel benieuwd wat hij allemaal van plan is met mij. Ik ben heel erg benieuwd. Dus zelfs ik weet dat nog niet. Maar ik hoop dus dat jullie morgen ook kijken. Vergeet even geen duimpje achter te laten. En dan ga ik nu mijn video editen. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En tot morgen dan. Ik ben heel benieuwd. En ik hoop jij ook. Dus, doei.